Natuurlijk zijn in het Hofpleintheater en op de theaterschool, naar aanleiding van de eerdere persconferenties, de nodige maatregelen getroffen. Ook hebben de coronamaatregelen grote impact gehad op de activiteiten van Jeugdtheater Hofplein. Maar omdat we met kinderen en jongeren werken, is ook een hele hoop wel door kunnen gaan. En dat was natuurlijk ontzettend fijn. Wij waren eind september een van de instellingen die een ontheffing kregen op de maximaal 30 personen in de zaal maatregel van eind september. Dat was natuurlijk heel erg goed nieuws voor het Hofpleintheater. Zeker omdat we 17 en 18 oktober in première zouden gaan met de Club van Lelijke Kinderen. En helaas werd afgelopen dinsdag bekend dat dat toch geen doorgang kan vinden. In ieder geval niet voor 250 man publiek. We gaan dus wel in première. Helaas maar voor 30 man. We spelen dit weekend een meerdere keer de voorstellingen. Maar het is wel een zure appel, jongens. Tegelijkertijd is er ook een beetje goed nieuws. Want de activiteiten voor de kinderen tot aan 12 jaar kunnen gewoon doorgang vinden. Maar voor de grote zaalvoorstellingen houden we nog heel even ons hart vast. Dus de komende tijd gaan we vooral inzetten op dat de activiteiten die door kunnen gaan, gelukkig voor best wel wat Hofpleiners, gaan we daar onze energie op zetten. En mocht het onverhoopt toch langer duren, dan kun je ervan op aan dat wij hoe dan ook wegen gaan vinden dat Hofpleiners ons weten te vinden en wij hen.